gasten, Gamboxie, welkom bij een nieuwe video. Vandaag doen we een keer iets anders, want ik heb nog nooit zoiets gedaan, maar het werd aangevraagd en toen dacht ik, hey, dit is eigenlijk best wel een leuk idee om dit een keertje te gaan doen. Want de comment waar het namelijk over gaat is deze comment van Thibaut, die zei dit. Hey Joran, ik heb een idee. Maak een 43 knokkerlijst van goed naar slecht. Naar jouw mening. Boos Army! En dat is wat we vandaag gaan doen. Nou, ik ga het niet helemaal van, zeg maar, van slecht naar goed doen. We doen een tier list. Ik heb hier, zeg maar, een website. En dan kan je knokkers op volgorde zetten. Dus je kan bijvoorbeeld een knokker neerzetten bij slecht, minder, normaal, goed of boos. En boos is dan een enorm goede knokker. En slecht is natuurlijk een slechte knokker. En ik ga elke knokker beoordelen hoe goed die is. Dus dan hebben we alsnog een lijst met knokkers hoe goed ze allemaal zijn. Want om echt een lijst te maken van goed naar slecht is bijna onmogelijk. Omdat heel veel knokkers eigenlijk wel vergelijkbaar zijn in hoe goed ze zijn. En op deze manier kan je in ieder geval naar mijn mening een mooi lijstje maken hoe de knokkers, hoe goed ze zijn momenteel in Brawl Stars. En ik ben erg benieuwd of jullie een beetje met mij eens zijn. Maar ik denk dat er ook veel van jullie zijn die denken, ah, dit moet helemaal niet zo. Je moet dit niet op deze plek neerzetten. Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen mening. Maar misschien dat jullie wel een beetje met mij eens zijn. Ik ben benieuwd. Maar als jullie zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 5000 likes zou heel nice zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet te abonneren en op dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En wil je mij supporten, gebruik natuurlijk de code BOWS in de Brawl Stars shop. Of check www.bows.nl voor mooie BOWS Army kleding. Maar laten we maar beginnen. En voor sommige knokkers vind ik het wel lastig om ze te beoordelen, maar voor de meeste weet ik wel ongeveer waar ik ze neer ga zetten. We beginnen gewoon bij de eerste knokker die hieronder staat en dat is Ems. Ems vind ik een prima knokker. Er zijn alleen weinig maps waarin Ems echt heel geschikt is. En om eerlijk te zijn, kom ik Ems op hoog niveau ook niet heel veel tegen. Dus voor nu zet ik Ems eventjes op minder, qua mindere knokkers. Ik denk, ja, toch net niet. En ik vind Ems ook niet heel fijn spelen. Je moet altijd heel erg op afstand spelen. En als een knokker een beetje bij jou in de buurt komt, dan ben je eigenlijk al meteen dood. Want dan doet jouw gifwolkje maar één hit. En dan heb je geen schijn van kans meer. Dus ik zet Ems voor nu even bij minder. Maar dan gaan we door naar 8-bit. En 8-bit is in sommige maps mega overpowered. Vooral de overval maps die tegenwoordig worden gemaakt door de community, zeg maar, van Brawl Stars. Dus je hebt elke dag zo'n map, dan is 8-bit niet normaal goed. Hij doet mega veel damage. Eén groot nadeel is natuurlijk wel dat hij mega traag is. En daarom is het om hoog niveau met 8-bit spelen wel extra moeilijk. Hij was enorm goed toen hij een extra leven had. Dat is nu natuurlijk weg, anders had hij bij Bowser gestaan. Maar voor nu zet ik hem bij goed. Ik vind 8-bit wel leuk spelen. Het is gewoon een goede, sterke knokker. Het doet bizar veel damage. Dus ik zet hem bij goed. En op deze manier ga ik dus alle knokkers beoordelen. En ik ben zelf ook benieuwd waar alles overal komt te staan. Maar de eerste twee knokkers zijn nu in ieder geval beoordeeld. En dan gaan we door met knokker nummer 3. En op nummer 3 hebben we Tick staan. Tick vind ik persoonlijk best wel een prima knokker. Je moet er wel goed mee leren spelen. Maar als je eenmaal een beetje kan spelen met Tick, is hij erg goed. Helemaal met zijn super. Dan kan je jezelf eventueel ook nog verdedigen met je gadget, dat je even snel wegkomt. Het is gewoon een fijne knokker om mee te spelen. Helemaal in maps waar je gewoon, zeg maar, veel muurtjes hebt of water, is Tick gewoon goed. Dus ik vind Tick, zet ik nu bij normaal. Omdat er ook heel veel maps zijn waar je Tick niet goed in kan gebruiken. En hij ook wel lastig is om te spelen. Maar voor nu normaal. Dat vind ik wel prima. En dan gaan we verder met Bo. En Bo vind ik toch wel een erg fijne knokker. Helemaal omdat hij een sterke kracht heeft dat hij ver door bosjes kan kijken. Dat is tegenwoordig in veel maps gewoon super handig. Eigenlijk is dat altijd al handig geweest. En zijn gadget dat je je super kan laden is ook mega chill. Helemaal in teamplay potjes of in duo showdown werkt dat zo goed. Helemaal als je bijvoorbeeld met de Tick bent. Nou, dan laat Tick ze super en dan gooit hij vervolgens zijn raket. En dan kan je de hele tijd opnieuw laden. En daarom vind ik Bo heel chill. Dus ik zet Bo momenteel bij goed. Maar we gaan verder met Dynamike. En Dynamike ook prima knokken natuurlijk. Beetje vergelijkbaar met Tick. Ik denk dat hij eigenlijk wel ongeveer even goed is als Tick. Dynamike heeft natuurlijk Dyna Jump als sterke kracht. Maar dat heeft niet heel veel toegevoegde waarde. Als je het goed kan, dan kan het wel echt toegevoegde waarde hebben. Maar om dat goed te beheersen is mega moeilijk. Er zijn maar weinig mensen die Dynajump echt super goed kunnen gebruiken. Dus daarom zet ik Dynamike nu bij gewoon normaal. Maar stel je kan Dynamike echt heel goed Dynajump gebruiken en je bent er heel goed mee, dan zou die eventueel ook bij goed kunnen staan. Maar voor nu zet ik hem bij normaal. Maar we gaan door met Brock. En Brock, ja, ik vind hem zo chill spelen. Hij heeft natuurlijk een raket en als je sterrenkracht heeft, dan blijft er ook nog een vuurplatje liggen, waardoor je dan wat eventueel wat langer damage kan doen als de tegenstander blijft staan. Dus dat is heel nice. Maar die nieuwe gadget met die mega raket,
Hij is al wat minder goed gemaakt, maar hij is echt super chill. Dus Brock, die zet ik ook bij goede knokkers. Vooral vanwege zijn gadget, die grote raket. Die vind ik zo nice. Die is echt heel nice. Maar dan gaan we door met Jesse. Jesse is natuurlijk ook nice. Met die turret in teamplay potjes echt nice. En helemaal ook met de gadget dat je of sneller schiet, of dat je tegenstanders in de buurt van je turret vertraagt. Is gewoon echt nice. In teamplay potjes is Jesse een van de betere knokkers. Dus daarom zet ik Jesse ook bij goed. Maar dan gaan we verder met de bol. De bol vind ik chill spelen, vooral een overval. Daarin is hij erg goed. Helemaal in die maps van tegenwoordig die je altijd online hebt staan, is Bull gewoon extreem goed. Maar verder heb je weinig maps waarin de Bull echt goed kan spelen. Want je hebt bijvoorbeeld een solo showdown map. Vaak is de Bull dan toch wel wat minder, omdat je vaak op afstand speelt. En dan heb je gewoon geen kans. Dus omdat de Bull zo kwetsbaar is op afstand, zet ik hem bij normaal. Maar eigenlijk vind ik hem wel leuk en prima spelen. Maar dan gaan we door met de knokker waar jullie waarschijnlijk al van weten waar die komt te staan. Colt, ja, hij is ver weg de allerbeste knokker op dit moment. Dus Colt komt momenteel bij Bowser te staan. Ja, die gadget is zo belachelijk goed. Hij moet nog wel minder goed worden gemaakt. Dat kan niet anders. Ik vraag me alleen af wanneer dat gaat gebeuren. Maar voor nu staat hij bij Bowser. Want Colt, ver weg de beste knokker op dit moment. Maar dan gaan we door met Nita. En Nita heeft natuurlijk Hyperbeer. Vind ik persoonlijk een chille sterke. Helemaal als je dan je tegenstanders kan vriezen of dat ze even stil blijven staan met je gadget. Ook erg nice. En in overval is Nita goed. Mijn knokbal vind ik Nita op zich ook wel chill spelen. Dus Nita komt voor nu gewoon bij normaal. Ik vind hem niet zo goed dat ik hem echt bij goed moet zetten. Maar gewoon een normale knokker. Maar dan gaan we door met Shelly. Shelly, leuke knokker. Speelt altijd wel prima. Maar ik vind Shelly niet echt ergens super goed in. In die solo showdown maps, dat je bijvoorbeeld allemaal eilandjes hebt die tegenwoordig online zijn, is Shelly bizar goed. Dan is hij ver weg de beste knokker, want van dichtbij is Shelly echt de beste knokker. Met hetzelfde als Bull, op afstand heb je iets minder kans. Alleen Shelly heeft iets meer range als de Bull. Dus daarom zet ik Shelly bij goed in plaats normaal. Omdat de Bull minder range heeft. En Shelly ook van dichtbij beter is dan de Bull. Omdat je met Shelly na 2 of 3 schoten al je super hebt. En als je je super hebt met Shelly, ben je onverslaanbaar. Dan kan je elke knokker verslaan van dichtbij. Dus dat is echt niet normaal goed. Maar we gaan door met Rosa. En Rosa, goede knokker. Sterk. Helemaal met zijn super onverslaanbaar. Maar ook van veraf best wel kwetsbaar. Ik zet Rosa bij normaal. Voor maps dichtbij en vooral een knokbal vind ik Rosa goed. Maar er zijn ook heel veel maps waarin je Rosa eigenlijk nauwelijks kan gebruiken. Dus ik zet Rosa bij normaal neer. We hebben nu nog maar 1 goede en 1 mindere knokker. Maar we gaan door en de volgende knokker is Poco. En Poco is echt zo'n knokker die je eigenlijk nergens echt kan gebruiken, alleen als support knokker. Want hij doet bijna geen damage. En het enige wat wel handig is natuurlijk dat je teamgenoten kan healen. Maar dan moet je eerst een sterrenkracht hebben. Als jij niet de sterrenkracht hebt van Poco, dat je teamgenoten zeg maar HP erbij geeft, is Poco mega slecht. Dan heb je er helemaal niks aan. Dus dit is de eerste knokker die ik bij slecht neer ga zetten. Als je de sterrenkracht wel hebt, dan vind ik hem nog steeds niet goed. Want hij doet heel weinig damage. Dan ben je gewoon pure support knokker en je helpt alleen je medespelers. Voor de rest kan je eigenlijk niks doen als Poco zijnde. Dus zelfs al had je zijn sterrenkracht, had ik hem waarschijnlijk nog steeds bij slecht neergezet. Maar we gaan door met Barley. En Barley is natuurlijk ook een beetje vergelijkbaar met Tick en Dynamite. Maar toch vind ik Barley wel een iets minder goede knokker. Want bij Dynamite, als je bijvoorbeeld iemand raakt, raak je hem meteen. Bij Barley komt er dan een plasje te liggen en dan raak je hem wel meteen. Maar als je die tweede hit wil raken, moet die tegenstander eigenlijk blijven staan. En vaak die tweede hit raak je niet. Dus dat is natuurlijk een beetje balen. Plus Barley, ik weet niet. Ik vind hem gewoon erg lastig spelen. Dus voor Barley zet ik momenteel bij minder neer. Maar dan gaan we door. We gaan door. De volgende knokker is El Primo. De enige echte bokser in Brawl Stars. We zijn nu al een mooi eind op weg, maar we hebben ook nog wel redelijk wat knokkers te gaan natuurlijk. Maar El Primo, natuurlijk sterke knokker. En met zijn gadget vind ik hem wel echt super chill spelen in knokbal. En sowieso in veel maps vind ik El Primo's fijn spelen met zijn gadget. Dat hij zeg maar een bom laat vallen. Want dan kan je gewoon muren openbreken. En dat is wel erg fijn. En met je super, als je eenmaal je super hebt, is El Primo niet normaal goed. Maar als je niet je super hebt en je kan hem ook niet laden op de een of andere manier, dan is El Primo eigenlijk wel slecht. Want dan kan je helemaal niks maken. Maar omdat die zeg maar goed is met super en slecht is zeg maar zonder super, zet ik hem voor nu even bij normaal neer. Ja, ik moet hem wel, ja, ik wil hem hier niet zetten. Maar in ieder geval, hij staat dus bij normaal. Maar dan gaan we door en de volgende knokker is Jackie. Jackie, goede knokker.
prima om te spelen. Maar het beetje hetzelfde probleem was natuurlijk El Primo Rosa en zo. Dat je niet extreem veel range hebt. Het voordeel van Jackie is wel dat je een gadget kan hebben. Dat hij natuurlijk sneller gaat rennen. Dus dan kan je naar tegenstanders toe gaan. En Jackie, op de een of andere manier vind ik die nog steeds super chill spelen. Dus Jackie zet ik bij goed neer. Gewoon ook omdat hij gadget heeft dat je wat sneller kan rennen. Als je hem niet hebt, is hij natuurlijk iets minder. Maar dan vind ik hem nog steeds fijn. En je kan ook met Jackie achter muurtje staan. En gewoon achter dat muurtje als hij iemand staat. Kan je hem alsnog killen of hitten. En dat vind ik wel echt een heel groot voordeel van Jackie. Vandaar dat ik hem ook bij goed neer ga zetten. Of heb gezet, want ik heb hem al neergezet. Maar dan gaan we door met de volgende knokker. En dat is Carol. En Carol vind ik persoonlijk ook momenteel een van de betere knokkers. Helemaal met zijn gadget dat hij zeg maar eventjes weg kan gaan. En dat je zeg maar eventjes naar voren kan gaan. Dat is een knokbal super handig. Het is handig als je bijvoorbeeld wil ontsnappen uit een aanval. Het is eigenlijk in superveel gevallen is het handig om die gadget te gebruiken. En daarnaast is Carol gewoon een fijne goede knokker. En helemaal bijvoorbeeld om kistjes te openen. Je gaat bij een muurtje staan en je opent die kistjes zo. In overval is hij goed, want je kan bij de kluis staan en tegen een muurtje schieten. En dan hit je ook vet veel, omdat natuurlijk je boomerang super snel terugkomt. Dus Carol zet ik voor nu bij Bowser. Dus zijn we nu twee goede knokkers. Colt en Carol. Ja, ik ben benieuwd hoe jullie eens zijn met hoe ik het tot nu toe heb neergezet. Maar we gaan natuurlijk door. En ik kom er nu trouwens wel achter dat dit een wat langere video gaat worden. Ja, is voor zo nu en dan natuurlijk ook niet echt. Volgende knokker is Penny. En Penny, ik vind hem echt heel chill. Een beetje vergelijkbaar met Jessie natuurlijk. Maar het voordeel van Penny is natuurlijk als je bijvoorbeeld een team hebt en ze lopen achter elkaar. Wat heel dom is als ze dat doen. In ieder geval dan heb je die spelers die erachter lopen zo makkelijk dood. Dat is echt niet normaal. En ik vind die super van Penny zo nice. Helemaal als je de sterrenkracht hebt dat je een vuurplasje laat liggen. En als die bom zeg maar neerkomt, is die niet normaal goed. Maar sowieso vind ik Penny erg goed. En de gadgets zijn ook goed van Penny. Het is gewoon een enorm goede knokker die je in veel 3 vs 3 game modes kan gebruiken. Helemaal overal is helemaal goed. Maar daarom zet ik Penny nu bij goed. Maar dan gaan we verder met Daryl. Daryl was vroeger wel echt een van mijn favoriete knokkers. Omdat je natuurlijk naar mensen kan toerollen en automatisch zeg maar je super laat. Maar tegenwoordig speel ik toch wel iets minder vaak met Daryl. Want Daryl is een knokker voor dichtbij. En van dichtbij verlies je toch wel vaak van een Shelly, Bull, El Primo. Dan toch doe je net iets minder damage. En dat is wel een nadeel. Maar het voordeel van Daryl is natuurlijk wel dat je tegen knokkers die niet voor dichtbij zijn, ze heel makkelijk kan killen. Want je rolt er naartoe en dan heb je ze sowieso. En dat is wel een enorm voordeel van Daryl. Dus ik zet hem nu bij normaal. Ik vind hem niet zo goed dat ik hem bij goed moet neerzetten, maar wel zo goed dat ik hem bij normaal moet zetten. Dan gaan we verder met Rico. Rico vind ik een lastige knokker. Zijn super is wel heel nice, maar dan heb je muurtjes nodig. Als je in een map zit met weinig muurtjes, dan is Rico eigenlijk helemaal niet zo heel goed. Maar als je wel veel muurtjes hebt, is super chill. Want via muurtjes kan je natuurlijk mensen hitten die je anders niet zou kunnen hitten. Dat is wel heel relaxed. Dus Rico, ik zet hem ook bij normaal. Het kan goed werken met muurtjes. Zonder muurtjes zou ik hem niet gebruiken. Maar dan zijn we weer bij een knokker beland. Waarvan ik denk dat hij heel goed is. Namelijk Edgar. Momenteel denk ik ook een van de betere knokkers. Als je zijn gadget hebt dat je snel je super laat. Bizar hoe goed hij is. Maar ik vind hem dan alsnog vind ik hem heel goed. Dus Edgar die komt momenteel ook bij Bowser. Vind ik echt een hele chille knokker. Maar dan gaan we verder. En de volgende knokker is Nani. En Nani doet heel veel damage. Maar het nadeel van Nani is wel dat je weinig HP hebt. En dat je zeg maar om bij iemand veel damage te doen, diegene perfect moet hitten. Want je hebt een heel klein rondje waar zeg maar jouw 3 kogels samenkomen. En als jij maar 1 kogel raakt, dan doe je eigenlijk helemaal niet zoveel damage. En dat is wel een groot nadeel van Nani. Dus daarom zet ik Nani momenteel bij minder. Je kan er goed mee spelen als je er heel goed mee bent. Maar als je iets minder bent in Brawl Stars en je hebt nog af en toe wat moeite met richten, niet met Nani spelen. Maar als je eenmaal goed bent, dan zou die wel iets beter kunnen zijn. Maar ik kom ook weinig Nani's tegen tegenwoordig. Dat is echt zo. Maar de volgende knokker vind ik wel weer een hele goede knokker. Dit is namelijk B. Ja, ik vind B, vond ik een maand, vond ik 2 maanden geleden, vond ik ook al een chille knokker. Ik vind hem eigenlijk altijd al chill. En dat komt gewoon puur door zijn sterrenkracht dat hij een extra soort van leven heeft. Want je blijft eventjes zeg maar op 1 HP staan, waardoor je gewoon kan overleven. En dat is heel chill aan B. Het enige nadeel, als je de sterrenkracht niet hebt, is hij natuurlijk iets minder goed. Maar zelfs dan vind ik hem heel goed. Want zeg maar, met je tweede shot doe je zo belachelijk veel damage. Dat is echt niet normaal. Als je gewoon 2 keer een knokker raakt, de meeste knokkers heb je dan gewoon dood. Of je moet er gewoon een tank tegenover je hebben staan. Dan niet.
Maar eigenlijk alle normale knokkers heb je gewoon dood na 2 shots met B. Dus daarom zet ik B gewoon bij Bowser neer. En ik vind hem gewoon super chill spelen, daarom ook. Maar dan gaan we door met Bibi. Bibi is echt zo'n knokker waar je goed in moet zijn. Ik persoonlijk ben niet heel goed met Bibi. Want ja, je moet gewoon snel weten waar je moet lopen en wanneer je moet hitten. Het is gewoon een lastige knokker. En ik persoonlijk vind dat wel minder chill. Dus ik zet voor mij persoonlijk Bibi nu bij minder neer. Maar ik kan me voorstellen als jij Bibi wel zelf chill vindt spelen, dat je hem bij normaal of goed gaat neerzetten. Maar ik zelf vind hem bij minder staan. Maar we gaan door met Frank. Frank, beast, super sterk, doet veel damage. Het is alleen net zoals Bibi wel een enorm lastige knokker om mee te spelen. Omdat als je hit, dat je even stil blijft staan. En dat is af en toe best wel frustrerend. Maar in knokbal is hij enorm goed. En als je eenmaal je super hebt, is Frank bizar goed. Ja, dan is hij echt onverslaanbaar. En omdat hij ook mega veel levens heeft, zet ik hem voor nu eventjes bij normaal neer. En ik vind het ook leuk om te spelen met Frank. En dat is ook wel iets wat scheelt. Maar we gaan door met Pam. Pam, leuke knokker. Doet redelijk wat damage. Ja, alleen zo heel speciaal verder is hij niet. Het is gewoon zo'n knokker die altijd overal wel een beetje handig is, maar nergens echt heel goed van pas komt of zo. Ik heb weinig maps waarvan ik denk, ja, dit is echt een hele goede map voor Pam. Ja, hij kan overal wel een beetje in, zeg maar. Maar daarom ga ik hem gewoon bij normaal neerzetten. Maar wel een prima knokker verder. Maar dan gaan we verder met Piper. En Piper, ik weet niet zo goed. Het is wel een van mijn leukere knokkers om mee te spelen. Maar er zijn weinig maps waarin de Piper heel geschikt is. En zolang je niet je super hebt, is Piper best wel kwetsbaar. Want dan kan, als iemand in de buurt komt van Piper, ben je eigenlijk gegarandeerd dood. Maar het is wel een erg leuke knokker om mee te spelen. Dus ik zet Piper voor nu ook bij normaal neer. Dat hebben we al behoorlijk wat normale knokkers. Maar we gaan lekker door. En dan zijn we nu bij Byron beland. Byron is net als Edgar gewoon een nieuwe knokker in Brawl Stars. En Byron is momenteel ook mega goed. Hij doet niet extreem veel damage, maar omdat je de hele tijd langzaam rand tegenstander zit, is hij heel gevaarlijk. Want stel jij hit je tegenstander 2 keer, krijgt hij de hele tijd HP eraf. Waardoor hij uiteindelijk best wel snel dood kan gaan. Ook omdat hij dan niet meteen levens erbij krijgt. Dat duurt langer, zeg maar, omdat je hem in meerdere keren hit. Daarom is Byron erg goed. Zijn gadget is chill dat hij HP erbij krijgt. En zijn super is eigenlijk ook heel chill dat je extra damage kan doen. En ook je medespelers kan helpen. Dus daarin is hij ook nog wel goed. Ik vind hem niet zo goed dat ik hem bij Bowser neer ga zetten, maar wel zo goed dat ik hem bij goed neer ga zetten. Maar we gaan lekker door met Sprout. Sprout, prima knokker, is natuurlijk een beetje dezelfde knokker als Barley, Tick en Dynamite. Alleen ga ik Sprout niet bij goed neerzetten, omdat ik hem daar net niet goed genoeg voor vind. Hij was wel mega goed toen hij net uitkwam, want toen had hij een sterkracht dat hij elke keer een grote bereik had. Dat is veranderd, dus nu zet ik hem gewoon bij normaal neer. Het is gewoon een normale knokker op dit moment. En we hebben normaal nu wat groter gemaakt. We hebben al best wel wat normale knokkers. Wat ook logisch is, want de meeste knokkers zitten natuurlijk een beetje rond normaal. En dan hebben we nog één rijtje te gaan met de knokkers. En dan hebben we alle knokkers gehad. De volgende knokker is meneer P. Meneer P is vrij chill om te spelen. Maar ik vind het af en toe wel lastig om met meneer P te spelen. Maar super is wel heel erg fijn. En die kan je vooral goed gebruiken in teamplay potjes en duo showdown potjes. Dus meneer P is ook een knokker die ik bij normaal neer ga zetten. Maar dan hebben we nu een knokker die ik toch wel heel chill vind om te spelen en die eigenlijk ook nog steeds mega goed is. Ondanks dat hij een maand of 2 maanden geleden iets minder goed is gemaakt, toen waren zijn sterrenkrachten iets minder goed geworden, namelijk Max. Ja, hij is nog steeds super goed. Ik vind hem persoonlijk nog steeds een van de chillere knokkers. Dus ik zet hem gewoon bij Bowser neer. Ik moet niet gaan scrollen, dat is niet handig. Maar Max zet ik dus ook bij goede knokkers neer. Heel chill om te spelen en zijn super dat hij natuurlijk snel kan rondrennen is in superveel game modes handig. Eigenlijk in alle game modes is die handig. Dus dat is echt chill. Maar we gaan door met Jean. Jean, handige knokker. In edelstenen grijf vind ik Jean wel goed. Omdat je natuurlijk mensen kan poelen en dan de edelstenen kan jatten. Dus dat is erg handig. Maar voor de rest, ja, je doet niet superveel damage. Het is wel handig als support knokker, omdat je dan je tegenstanders kan, zeg maar, helpen door HP erbij te geven. Als je zijn sterkracht hebt, anders niet. Maar in ieder geval, ik zet Jean bij normaal neer. Misschien dat we dat balkje misschien nog een keer vol kunnen krijgen bij normaal. Maar de volgende knokker is Tara. Tara vind ik wel een betere knokker dan normaal. Ik vind hem bij goed horen. Want ik vind die super van Tara mega chill. Want eigenlijk als jij je super op een knokker inzet, heb je hem bijna standaard dood. En het voordeel is ook dat je vaak gewoon meerdere mensen tegelijk kan pakken met je super. Waardoor je meerdere mensen tegelijk kan killen. En dat is een knokbal super chill. Duo Showdown in sommige maps is die
die ook supergoed. Dus Tara ga ik Dora daarom bij goed neerzetten. En het is helemaal chill als je sterrenkracht hebt. Want dan komt er ook nog een poppetje uit die je af HP erbij geeft op of je tegenstanders attackt. Wat gewoon ook nog extra fijn is. Dus daarom vind ik Tara wel een hele chille knokker. Maar dan gaan we door met Mortis. En Mortis is echt zo'n knokker die wel goed is, maar die in heel veel maps gewoon erg lastig te spelen is. In knokbal wordt Mortis eigenlijk vooral gebruikt. In meer game modes dan dat eigenlijk niet. Overval is Mortis super slecht. Showdown, eigenlijk moet je ook niet met Mortis spelen, want daarvoor heb je gewoon, doe je te weinig damage. Als je een 1 versus 1 duel hebt met de meeste knokkers, ga je die ook verliezen. Edelsteengraai zou kunnen, maar je doet daarin ook niet zoveel damage. Er zijn gewoon weinig game modes waarin Mortis echt goed in is, behalve knokbal. En dan moet je ook nog goed met Mortis kunnen spelen. Dus daarom ga ik Mortis nu bij minder neerzetten. Omdat het is gewoon een lastige knokker om echt goed te kunnen pushen. En omdat hij in weinig game modes gewoon echt geschikt is. Maar als je hem goed kan spelen in knokbal, kan hij wel heel goed zijn. Dus daarom zet ik hem niet bij slecht neer. Maar ik vind hem persoonlijk dus niet heel chill. Maar ik denk dat hier wel veel mensen mee oneens zijn, denk ik. Maar we gaan door met Amber. Amber is natuurlijk mijn enigste knokker die ik rank level 30 heb gepusht. Maar toen was hij echt mega overpowered. Hij was echt niet normaal goed. In de loop van de tijd is hij veel minder goed gemaakt. Dus hij is lang niet meer zo goed als hij was in het begin. Ik vind hem nu eigenlijk niet eens zo heel veel beter dan de meeste knokkers. Dus ik zet Amber op dit moment bij normaal neer. Nog steeds goede knokker, maar echt kom niet in de buurt bij hoe goed hij was. Volgende knokker is Sandy. En het is nu wel leuk. Nu gaan we legendarische en chromatische knokkers krijgen. Dus dat is wel lachen. Sandy, ook hele chille knokker, maar ook niet heel speciaal. Zijn super is wel nice dat je natuurlijk onzichtbaar bent met het gebied. En met sterrenkracht erbij is nog chiller, want dan doe je of damage bij je tegenstanders of krijg je zelf HP erbij. Dus dat is erg chill. Maar om nou te zeggen dat Sandy echt bij een Bows knokker hoort, dat niet. Ik vind Sandy gewoon een goede knokker, dus ik zet hem bij goed neer. Maar nu hebben we wel een knokker die ik Bows vind. Namelijk Leon. Leon is eigenlijk vanaf begin af aan al een van mijn lievelingsknokkers. Hij doet gewoon veel damage. Als je dicht bij een knokker bent, doe je gewoon belachelijk veel damage. Als je al je schoten raakt en je kan heel snel schieten, zijn bijna alle knokkers dood. Zelfs van de Shelly zou je af en toe kunnen winnen als je in één keer onzichtbaar bent en naar hem toe gaat rennen. Dus daarom zet ik Leon gewoon bij Bows neer. En gewoon, hij is erg leuk om te spelen. En het is een legendarische knokker, dat is natuurlijk ook nice. Maar de volgende knokker is Crow. En Crow vind ik toch wel een stuk minder als Sandy en Leon. Want Crow heeft weinig levens, doet niet heel veel damage. Natuurlijk doe je wel de hele tijd gestaag damage. Dus je tegenstander kan niet echt healen. Omdat als je meet dat hij een aantal seconden achter elkaar gewoon levens eraf krijgt. Natuurlijk vanwege de gif. Maar je bent snel ook redelijk snel dood. Omdat je weinig levens hebt. Als je je gadget hebt dat je shield hebt, dan overleef je iets langer. Maar voor de rest toch wel niet een geweldige knokker. Dus daarom zet ik hem bij normaal neer. Voor de legendarische knokkers vind ik Crow toch wel de minste. Maar dan gaan we door met Spike. Spike, wel een super chille knokker. Die komt ook sowieso bij Bows te staan. Want de Spike doet belachelijk veel damage. Is de knokker met de meeste damage in Brawl Stars. Ongetwijfeld helemaal met zijn gadget, met die spijkers. Maar ook zonder zijn gadget met spijkers doet hij ook bizar veel damage. Het enige nadeel natuurlijk met spijkers is ook dat je weinig levens hebt. Maar omdat je zoveel damage doet, compenseer je dat weer een beetje of zo. Dus daarom vind ik Spike wel een Bows knokker. Volgende knokker is Lou. En we zijn nu bij de chromatische knokkers beland. Dus nog 4 knokkers. En Lou is wel een knokker waar ik een beetje van afvraag waar ik hem neer moet zetten. Want hij doet op zich wel wat damage, maar niet extreem veel. Zijn super is nice, dat ijsgebied. Dat is echt niet normaal goed. Een van de betere supers in Brawl Stars. En dat je mensen bevriest is op zich ook nice. Maar daarvoor moet je wel echt heel veel hits doen voordat je mensen bevriest. Maar op zich wel een goede knokker, maar niet zo goed dat ik hem bij goed neer ga zetten. Ik zet hem bij normaal neer. Dan hebben we vervolgens Colette. Colette, ook goede knokker. Hij was in het begin wel heel slecht, maar hij is in de loop van de tijd wat beter gemaakt. Waardoor je net wat meer damage kan doen. En zijn super is ook erg nice, dat je zeg maar heen en weer kan gaan. En dat je tegenstanders op die manier kan hitten. Met sterrenkracht is nog nicer, dat je zeg maar echt iemand weg kan duwen. Dat is nog chiller. In ieder geval, Colette vind ik ook een normale knokker. Ik vind hem niet zo goed dat ik hem bij goed moet neer gaan zetten. Maar dat is van de volgende knokker wel het geval. Surge vind ik wel een goede knokker, want ik vind Surge super chill. Vooral qua teleport vind ik hem nice. Maar ik vind Surge ook een leuke knokker om mee te spelen. Want je moet hem zeg maar gewoon upgraden. Tijdens de game kan je nog veel beter worden. En als jij Surge eenmaal gewoon 1, 2, 3 levels omhoog hebt, dan is hij zo belachelijk goed. Helemaal in 3 versus 3 game modes, als je hem eenmaal maximaal level hebt, ben je zo erg in je voordeel. Want als Surge maximaal level is, is het ver weg de beste knokker in de game. Dus dat is wel erg nice aan Surge. En gewoon in veel maps is hij ook te spelen, omdat je ook nog kan teleporteren. Dus daarom zet ik Surge bij goed neer. En dan hebben we nog één knokker te gaan. En dat is Gale.
Guile vind ik ook echt nice. Vooral met sterrenkracht, dat je het zeg maar tegenstanders kan vertragen. Vind ik Guile erg nice. Maar als je die niet hebt, vind ik Guile nog steeds goed. Helemaal sinds hij is aangepast. Toen hij net uitkwam, was hij anders qua hits dan zeg maar wat hij nu is. Zijn sneeuwballen zijn nu dichter bij elkaar, waardoor je gewoon vaker in doet. En je ook best wel wat damage doet bij tegenstanders. Super is ook nice als je weinig HP hebt en iemand komt naar je toe. Dan blaas je hem weg. En Gadget is ook leuk, omdat je natuurlijk kan springen over obstakels en je kan gewoon wegkomen met je Gadget. Dus daarom zet ik Guile bij goed neer. Nou, dan is dit mijn tierlist van goed naar slecht als het ware. Er is maar één slechte knokker en dat is Poco. Maar eigenlijk, als je Poco natuurlijk gaat spelen in 3 versus 3 met twee goede andere spelers, kan je hem best wel pushen. Maar voor de rest denk ik dat dit het ongeveer wel is. Laat me weten in de comments wat jullie vinden van mijn lijst. En deze video duurde wel echt lang. Maar ja, een keer een lange video is het ook niet echt. Maar dat was dit voor deze video. Hopelijk vonden jullie het leuk. Zo ja, vergeet natuurlijk allemaal niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!